De volgende weken gaan heel belangrijk zijn voor Limburg United, omdat de komende wedstrijden, 3-4 wedstrijden, zijn wedstrijden waar Limburg United het verschil kan maken. Het zijn wedstrijden waar ze ploegen moeten bekampen die in hun waarde liggen. Hè. Nu vandaag tegen Leuven, volgende weken tegen Luik. Dat zijn ploegen waar ze in principe van moeten winnen. Want in december, de kerstperiode, de eindejaarsperiode, dan komen er een paar zware kleppers aan. Ze hebben 4 wedstrijden, waarvan 3 op verplaatsing, tegen de topploegen uit België. Dus ze moeten zien dat ze nu de punten pakken tegen de ploegen, de kleinere garnalen op papier, om dan het verschil niet groot te laten worden. Want de doelstelling is nog altijd play-offs halen voor Limburg United. En dat kunnen ze wel. Met de ploeg die ze hebben, de kwaliteiten die ze hebben, kunnen ze de play-offs halen. Maar dan moeten ze wel zien dat ze hun wedstrijden winnen. De periode die er nu aankomt is misschien wel van cruciaal belang voor Limburg United.